De Europarlementariërs liggen, vlak voor de Europese verkiezingen, onder vuur. Want declareren zonder je ervoor te verantwoorden blijkt ook bij een groot deel van de Nederlandse parlementariërs gemeengoed. Twee Vandaag zet op een rijtje wat er allemaal te declareren valt en hoe makkelijk ermee te sjoemelen is. Het Europees Parlement telt een wirwar aan declaratieregelingen die per land hoger of lager kunnen uitvallen. Een aanvulling op je salaris van meer dan 20.000 euro per maand is geen uitzondering. Een reportage van Jan-Peter Lapor. Het Europees Parlement. Na de verkiezingen op 10 juni zullen hier 732 parlementariërs aan de slag gaan, waarvan 27 Nederlanders. En dan begint ook weer het declareren. Voor tienduizenden euro's per maand valt er te vangen en controle ontbreekt totaal. Michiel van Hulten was de afgelopen 5 jaar Europarlementariër. Hij heeft zich tegen het declareren verzet. Op een gegeven moment moet het besef doordringen in het Europese parlement dat het echt zo niet kan langer. En dat het bovendien ook slecht is voor het imago van het parlement. We proberen altijd uit te leggen dat het Europese parlement ontzettend belangrijk is. Een steeds grotere rol speelt, dat is ook zo. Maar zolang dit het imago blijft te vertroebelen, komt de boodschap over de inhoud niet over. Naast het salaris kunnen de Europarlementariërs ieder weekend vliegtickets vergoed krijgen naar huis op basis van het hoogste vliegtarief. En dat kan per vlucht vele honderden euro's opleveren. Ja, ik heb wel eens berekend dat bijvoorbeeld een Duitse Europarlementariër die in Berlijn woont en iedere week naar Brussel of Straatsburg reist, alleen al aan reiskosten een winst kan maken van zo'n 40.000 euro per jaar. En dat is maar één van de vergoedingen. Er zijn nog veel meer vergoedingen waar je winst op zou kunnen maken. Als je als Fins Europarlementariër heen en weer vliegt naar Brussel of naar Straatsburg, hou je daar per vlucht 1.500 euro aan over. Omdat je namelijk niet je ticket vergoed krijgt, nee, je krijgt een vastgesteld tarief vergoed. Naast een vergoeding van een full fare ticket zijn er verder de luchthavenvergoeding om bij het vliegveld te komen, minimaal 44 euro per rit. De afstandsvergoeding van tussen de 112 en 558 euro per retourreis en de autovergoeding. Voor de eerste 500 kilometer 67 cent per kilometer en daarna 28 cent. Op een gegeven moment, net nadat de Poolse leden lid waren geworden van het parlement, zag ik 4 Polen in een auto met Pools nummerbord in de garage staan. En daar is eigenlijk maar één verklaring voor. Dat is met z'n 4 inderdaad van Warschau naar Brussel rijden en dan 4 keer de vergoeding opstrijken, terwijl de kosten maar 1 keer gemaakt worden. Als je kijkt hoe laag de salarissen van parlementariërs in Polen zijn, dan is dat misschien ook te begrijpen. Die denken natuurlijk, ja, hier verdienen we makkelijk mee en hup, met z'n 4 in de auto naar Brussel. Dan zijn er de verblijfsvergoeding van 262 euro per dag en de algemene kostenvergoeding van 3700 euro per maand. Dit is mijn bonnetjescollectie, de beroemde bonnetjescollectie. Bijvoorbeeld de reiskosten neem. Dit is de map met reiskosten. Voor iedere reis die je maakt naar Brussel krijg je zo'n geel velletje. En daar staat op hoeveel geld je ontvangt van het parlement, welke vergoeding. En omdat wij een gedragscode hebben, voeg ik daar al mijn bonnetjes aan toe. Dit is de algemene onkostenvergoeding. Dat is 44.000 euro per jaar, waarvoor je van het parlement geen bonnetjes hoeft te laten zien. Ook hier geldt dus weer, ik hou precies bij wat ik heb uitgegeven, dus alle rekeningen zitten hierin. Verder zijn er de extra reiskosten, 3652 euro per jaar. Kwaadwillende leden zouden daarvan ook gewoon op vakantie kunnen gaan. Daarnaast zijn er de secretariaatskosten van 12.576 euro per maand. Het gaat om een bedrag van iets meer dan 150.000 euro per jaar. En als je de lijsten van het parlement bekijkt, die laten zien dat er nog altijd veel parlementsleden zijn die dat bedrag van 150.000 euro ten goede laten komen aan hun assistent, die dan hun vrouw is of man, hun zoon of dochter. Kunt u daar zo'n voorbeeld van geven? Pijsley bijvoorbeeld, Ierse dominee, die er overigens bijna nooit is in het parlement. Maar die heeft zijn hele familie als assistent op de loonlijst staan. Zijn vrouw, zijn dochter, zonen. En die krijgen dus dat bedrag van 150.000 euro.
Ja, je hoeft eigenlijk niet eens te frauderen. Dat is een beetje ook het probleem van het systeem. Het is zo ingericht dat door optimaal gebruik te maken van de bestaande regelingen je al een aardige aanvulling op je eigen inkomen kunt genereren. En ik zeg soms wel eens, was het maar fraude, dan kun je er wat aan doen, dan kun je het aanpakken. Het probleem zijn de regelingen die veel te laks zijn. En wat er dus moet gebeuren is dat die regelingen worden aangescherpt. Zodat het meer gaat lijken op wat mensen in de buitenwereld, de gewone wereld, aan vergoedingen ontvangen als ze voor hun werk op pad gaan. Dan zijn er taxikosten, €200 per maand. Taal- en computercursussen worden vergoed. En er staat een dienstauto tot hun beschikking. Dit betekent dat een Nederlandse Europarlementariër maandelijks aan salaris en declaraties zo'n €28.700 kan krijgen. Ja, dat is natuurlijk schandalig. En in een tijd waarin iedereen de broekriem aan moet halen, kan het natuurlijk niet zo zijn dat politici daaraan ontkomen. We hebben de afgelopen 5 jaar campagne gevoerd in het parlement om die regels te veranderen. We geven zelf het goede voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld in 5 jaar tijd €27.000 teruggestort aan het parlement. Dat is geld waar ik recht op heb, maar waarvan ik dus zelf vind dat ik dat niet nodig heb. Maar helaas is het bewustzijn nog niet overal doorgedrongen en blijft het dus een probleem. En dan zijn er nog de gratis verzekeringen. De ongevallen- en ziektekostenverzekering, het ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen, het nabestaande pensioen, het vrijwillig aanvullend pensioen, de diefstalverzekering en de levensverzekering. Er is voor alle leden van het Europese parlement een levensverzekering afgesloten. En voor het geval iemand doodgaat, dan keert die levensverzekering een bedrag uit. Dat is op zich niet vreemd. Alleen, het wordt al wat vreemder als blijkt dat de Europarlementariërs zelf daar niet voor hoeven te betalen. En het wordt nog vreemder als je ziet dat die levensverzekering ook uitkeert als iemand levend het parlement verlaat. Als je 10 jaar in het parlement zit en je bent 60 jaar, krijg je €15.600 mee. De Nederlandse leden hebben wel een gedragscode afgesproken, maar 18 van de 32 hebben zich daar niet aan gehouden. Ik vind het ook onvoorstelbaar dat men in zoveel jaar tijd er niet in slaagt om hier orde op zaken te stellen. Kijk, dat parlement is heel belangrijk en dat wordt ook steeds belangrijk. Alleen het is zo, het is bijna niet te begrijpen dat vanwege dat feit je imago laat bezoedelen door dit soort futiliteiten eigenlijk. Inmiddels heeft SP-lijsttrekker Meijer een anti-graaicode voorgesteld. Hij vindt de code van GroenLinks en de PvdA niet ver genoeg gaan. Hij wil een wedstrijd organiseren wie de zuinigste Europarlementariër is. Er heeft nog niemand op zijn voorstellen gereageerd.